Je hebt het nooit vergeten. Biechten in het nieuws. Beste Ko, ik vind jouw programma steengoed. Ik hou veel van dieren en de natuur. Ik heb twee vissen gehad, ze heten Puk en Max. En op een dag lag Puk op zijn zij. Mijn moeder zei dat hij dood was, maar ik geloofde het niet. Ik had wel een uur naar hem zitten kijken. Ik zei af en toe dat ik hem zag bewegen. Maar na dat uur gaf ik de moed op. Hij was dood. Nu heb ik alleen nog maar Max. Verder hebben we ook nog een kanariepietje. Ik noem hem Tweety Vlierenfluiter, want we hebben hem nog maar net. Van mijn moeder mag ik ook lid worden van de dierenbescherming. Mijn vader zegt, als je daar lid van bent, dan mag je naar allerlei tentoonstellingen. Is dat zo? Oh, dat weet ik niet. Ik ben vandaag ook naar het Noorderdierenpark in Emmen geweest. Het was leuk. Er was een giraffe die at uit mijn hand. Oh, heb je zeker zulke lange handen en armen. We hadden ook glibberige krokodillen gezien. Ik stop nu, want er willen waarschijnlijk ook nog andere kinderen in uw brievenbus. En dat was een bericht van Hans Snijders uit Hoge Zand. Biechten in het nieuws. Beste Ko, we hebben een nieuwe poes en die heet Pimmy. Eerst hadden we ook een Pimmy, maar die is dood. Die had altijd blaasontsteking. Wij eten nooit dieren. Kom je een keertje bij ons, snegen fanatisch. Dat is als je geen dier eet. Vegetarisch eten, de groeten van Rutger. En dat is bedacht door Rutger en opgeschreven door zijn moeder. Waar is dat? In Groningen. Oh, alle konijnen, het Groningen. Biechten in het nieuws. Beste Ko, ik heet Debbie. Ik ben 7 jaar. We hebben 2 pietjes gehad. Die zijn dood gegaan. Toen hadden we vissen gekookt. Gekocht. Maar die gaf mijn broer niet te veel eten. En toen zijn ze dood gegaan. Ja, je moet die vissen. Toen hadden we schildpadjes gekocht. Maar die zijn ook al dood gegaan. En nou hebben we een vogeltje. En die is niet dood. Dag, Ko. De groeten aan Teun en Gleuf. En van wie is dat? Oh, dat staat er niet bij. Van Debbie. Van Debbie is die. Dag, Debbie. Biechten in het nieuws. Beste Ko, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Ik luister elke zondag naar je programma. We hebben eerst 2 kanaries gehad. Eentje is van ouderdom doodgegaan en de andere is doodgegaan omdat hij een bepaald zaad niet wou eten. Toen kregen we 20 vosjes, visjes, die zijn ook achter elkaar doodgegaan. En toen kregen we 2 hamsters en eentje is 2 jaar geworden en de andere 2,5. En nu hebben we geen huisdieren meer en nu ga ik eindigen. Dag, de groetjes van Karin Pirk en die woont in Delden. Biechten in het nieuws. Beste Ko, Lotje is een hond en ze is onder een auto gekomen, maar ze was gelukkig niet dood. Ze had wel een gebroken been en mama ging met Lotje naar de dierenarts. Ze gingen hem opereren. We hebben nog een hond, Bumpy, zeker ook tegen een auto aangekomen heet hij. En die was gisteren ziek, eigenlijk eergisteren. Hij ging niks eten, helemaal niks. En ik sliep boven in de badkamer en we hebben kippen. En die zeggen altijd... Paarden hebben we en eenden en kikkers in de vijver. Niks meer, punt uit. Groeten van Joost de Weger uit Hilversum. Biechten in het nieuws. Nou, de laatste. Beste Ko, wij zijn 2 vriendinnen, Jacqueline en Sandra. En we luisteren altijd naar je programma. We vinden het dat het 1 uur mag duren in plaats van 1/2 uur. Nu spreekt Sandra. Wij hebben een konijn en een poes. De poes heet Pipo. Dat komt omdat hij een zwarte neus heeft. Het konijn heet Nijntje. Het is een dwergkonijn, maar hij is een beetje groot voor een dwergkonijn. Wij zijn pas verhuisd. Dag Sandra. Nu Jacqueline. Wij hebben een hond, die heet Sascha. Het is een Duitse staander. Wij gaan vaak naar het bos. Daar jaagt Sascha op konijnen, maar die krijgt ze nooit te pakken, Ko. We hebben nog nooit in het bos jouw huis gezien. In welk bos ben je dan? Dag Jacqueline en Sandra. Nou, ik ben in het bos, beste bos, maar er mag helemaal niemand... komen! Echt niet hoor! Ik lig in mijn bedje helemaal alleen. Mijn vader en mijn moeder zijn hartstikke gemeen. Ik heb nou alweer op mijn donder gehad. En volgens mij doe ik nooit wat. Ze vinden me lastig, vervelend en stom. Ik weet heus wel waarom. Ik denk dat ik gevonden ben op de stoep voor de deur in een mandje. Ik denk dat ik gevonden ben met een briefje in een handje. En daar stond op geschreven, hou dit bijzondere kind, hou dit bijzondere kind in leven. Mijn broers en mijn zussen lijken niet op mij. Ik zit er nou wat tussen, maar ik hang er eigenlijk bij. Maar als ik een kind blijk te zijn van een vent, die heel beroemd is en bekend, dan piepen ze wel anders, dan hebben ze spijt en zien ze groen van nijd. Ik denk dat ik gevonden ben op de stoep voor de deur in een mandje.
Ik denk dat ik gevonden ben met een briefje in mijn handje. En daar stond op geschreven: hou dit bijzondere kind, hou dit bijzondere kind in leven. Maar nou denkt Jolanda, dat is mijn vriendin, dat zij een dochter is van een graaf en een gravin. En ook Pim de Groot denkt een vondeling te zijn, en ook het zusje van Martijn. Misschien had jij zelf ook al vaak zo'n idee, zing dan maar met ons mee. Ik denk dat ik gevonden ben op de stoep voor de deur in de mandje. Ik denk dat ik gevonden ben met een briefje in een handje. En daar stond op geschreven: hou dit bijzondere kind, hou dit bijzondere kind in leven. Ik denk dat ik gevonden ben op de stoep voor de deur in de handje. Ik denk dat ik gevonden ben met een briefje in een handje. En daar stond op geschreven: hou dit bijzondere kind, hou dit bijzondere kind. Ik denk ook dat ik gevonden ben. Ik ben ook gevonden met een in een mandje, zo, een briefkaart in een mandje. Oh, dit bijzondere kind. Hetty Heiting was dat en Simon Minkema. Er is nog iets bijzonders. Iets van walvissen wat ik je wil vertellen. Ik heb er straks al gezegd dat sommige walvissen wel 90 minuten onder water kan blijven. Of heb ik dat nog niet gezegd? Nou, in ieder geval kan dat. 90 minuten kunnen ze onder water blijven. Die zullen dus wel hele grote longen hebben, denk ik dan. En dat is dus weer niet zo. Want als je lang onder water wil blijven, heb je wel veel lucht nodig. Maar er is nog iets. Die vissen die zo lang onder water blijven, die gaan ook vaak heel diep. He, die duiken diep. En nu weet je misschien wel dat een bak met water kan zwaar zijn, hè? Dat heeft gewicht. Water heeft gewicht. Dus hoe meer water er boven je is, hoe zwaarder dat is. Hoe dieper je onder water zwemt, hoe meer gewicht er op je drukt. En het water van onder drukt tegen je aan en van boven drukt het. Daarom kunnen mensen ook niet zo diep onder water. Ook omdat ze geen lucht kunnen halen. Maar zelfs met een duikgevallen en toestanden kunnen ze nog niet zo diep onder water. Want door de druk worden ze dan in elkaar gedrukt, mensen. Daar kunnen ze niet tegen. Vooral je longen kunnen daar ook heel slecht tegen, hoor. Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar en hebben die walvissen iets verzonnen? Die walvissen hebben eigenlijk de helft zo grote longen als andere zoogdieren die op land leven. Ja, dat is gek, hè? Maar dat komt. De zuurstof die een walvis nodig heeft, zit niet alleen in zijn longen, maar die zit voor een heel belangrijk deel zit die in zijn spieren. Zuurstof in zijn spieren. Ja, ik snap er ook geen konijnenkeultje van. Maar bij mensen zit 34%, dus zeg maar ongeveer een derde deel van de zuurstof, in de longen. En zit in de spieren ongeveer een tiende deel. En bij walvissen is dat net andersom. Bij walvissen zit maar een tiende deel in de longen en een heel groot deel slaan ze op in die spieren. Dus dan kunnen ze uit die spieren halen. En daarom kunnen die longen heel klein zijn, of in verhouding heel klein. En daardoor worden ze niet zo gauw in elkaar geperst. Hè? Waardoor ze dus een ziekte krijgen of doodgaan. Dat gebeurt dus dan niet op die manier bij walvissen. En daarom is het vlees van walvissen, wat je misschien wel eens gezien hebt, de mensen die walvissen gingen jagen en ze in stukken gingen slaan. Ik moet maar dat vlees, dat ziet er heel rood en heel donker van kleur. En dat komt van al die zuurstof die zich met rode dingen vermengt in dat water. Ja, dat heb je dus met walvissen. Ik zal je nog iets vertellen over een walvis. Een walvissenjonkie. Ja, hoe zal dat heten? Een walvissenjonkie. Heet dat een walvisje? Nee. Heet dat een walkuiken? Nee. Weet je hoe ze een walvissenjong noemen? Een walvissenjong noemen ze een kalfje. Dus
dat lijkt een beetje op een koe, hè? Een kalfje. Walvissen, jongen, zijn kalfjes en walvissen zijn zoogdieren. En dat moet je weten. Goed, het programma zit erbij en op. Mijn fiets wordt geloof ik op het ogenblik opgepoetst. Ja, de bel moet nog even gerepareerd worden. Ogenblikje nog. En als je wil schrijven naar Code Boswachter, dan moet je dat sturen naar AVRO. Code Boswachter, postbus 933 in Hilversum. En dan schrijf je op de enveloppe... Biste, in het nieuws. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Hè. Dag! Op de fiets, ga je heerlijk en het kost bijna niets. Hij brengt je beslist zonder duiten, ver weg waar de vogeltjes fluiten. Op de fiets, ga je heerlijk en het kost bijna niets. Je voelt je sportief en je trapt erop los op je stalen ros. Door het brullend lawaai der motoren vergaat je het zien en het horen. En menigeen heeft er iets tegen zijn benen nog flink te bewegen. We jachten gestuwd door benzine om altijd maar meer te verdienen. Maar haal je je fiets uit de schuur, dan rijd je gezond en niet duur. Op de fiets, ga je heerlijk en het kost bijna niets. Hij brengt je beslist zonder duiten, ver weg waar de vogeltjes fluiten. Op de fiets, ga je heerlijk en het kost bijna niets. Je voelt je sportief en je trapt erop los op je stalen ros. Je hoeft op geen bus ooit te wachten en nooit naar een tram meer te smachten. Je ziet al je dikte verdwijnen en stevige spieren verschijnen. Een rijbewijs overbodig, een oliedrukmeter niet nodig. En moet je in het spitsuur naar huis, dan breng je de fiets vlugger thuis. Op de fiets, op de fiets, op de fiets, op de fiets, ga je heerlijk en het kost bijna niets. Hij brengt je beslist zonder duiten, ver weg waar de vogeltjes fluiten. Op de fiets, op de fiets, op de fiets, op de fiets, ga je heerlijk en het kost bijna niets. Je voelt je sportief en je trapt erop los op je stalen ros.